Wat meer woordenzoekers eigenlijk. Die gasten doen ze dan een helder best, hé. Vind dat charmant. Dan die heel hun leven proberen te compenseren eigenlijk. Ja. Gepijst is natuurlijk, ja, Freddy heeft weer zijn best in gedaan. Je ging hem over een actualiteit klappen en om, of een actualiteit, dat is ons aan hetzelfde. Allee, ja, het heeft dan niet een beurt van die horen. Ja, ja, dat weer een boel in de politiek. Ja, dat weer de schuld van Jean-Marie de Daer. Dat weer een boel in de sport, dat is de schuld van Jean-Marie de Daer. ja, sorry. Ja, ik kan niet stoppen met smoren van die horen. Maar ik heb ook een beetje last van een aandoening op het moment. Ik weet niet wat dat is. Een longontsteking of een tuberculose. Dat is alles tussen wat met bloedspeun en een lavabo. Ja, dat bloed is nog niet zo erg. He. Je kunt dat nog deuren spoelen, maar die bruine brokken vindt. Oh ja. Nu hangen we eraan, hé. Nu hangen we eraan, wind het. We gaan niet met mijn smoren op restaurant, hé. Ik weet niet wat ik ga doen, hè. Ik kan allemaal één ding open, die gasten daar, die pakjes die rondkomen met die bloem, dan zou ik ook nicotineplaatjes verkopen. Ik word heel zot, kom, bezig. Ja, die pakjes, dat zijn machtige gasten, hè. Ik vind dat machtige gasten. Van de die minder meer zijn, zeg ik. Ik zeg, als er nog meer pakjes dan er zijn in België, hoe minder ver dat ik moet lopen voor de nachtwinkel. Ja, en die gasten hebben ook machtige fret, hé. Echt, van die kenten wel, van die pikante Indische fret. Ik vind dat machtig. Ik heb ooit die een tip gekregen van een homo, trouwens. Maar vent, hoor, ik vind dat machtig. Ik ben nog verslaafd, hé. Ik zit in de tonnen zo. Ze stonk in de herhoord. Al die vapeurs laten overkomen, zo. De tranen die over mijn kaken lopen, zo, weet wel. Ik weet eigenlijk niet... Waarom dan die wuven in de menopauze zo zitten zagen als dat hele dag voor niet kregen? Het maatje, Fred. Het enige probleem is wel, dat zijn twee fases. He. Dat hij eerst leg je mul op en dat erachter je had. Ja, ik kan dat wel verstaan, die homo's zijn dat verzeer gewend. Maar ik vind dat niet zo aan om. Ik vind het wel dat ze dat een beetje voor een woordskuwen eigenlijk. Allee, ze zullen dat dan een beetje voor een woordskuwen. Met de serret liggen als dan een plakker en platten en zo van. Zodat dat moet zetten op die menukaart en zo van. Van dit soort eten kan u anus de neiging krijgen om er gaan uit te bengelen. Dat ik ook nog veel zooi vind, soms in die Indische restaurants. Dan zoals ze van die wierook bent te branden. Hè. Oh man, ze komt daar om mijn tand van. Hè. En trouwens, wierook, dat trekt wierook volk aan. Hè. Je kent dat wel, hè, van dat spiritueel krapul. Van die gasten die nog fan zijn van dingetje doen. Allee, van vroeger van die films. Allee, ja, met zijn oor. En zijn handen daar. En zijn er al een boek over geschreven. Allee, oh, dingetje. Jezus. Inderdaad, ze zetten dat toch, hè. Iedere week in de kerken vindt. Hé, ze pijzen dat dingetje doen, het was aan het rondzweden, hè. Ik heb dat ook nog in geloofd, hè. Ik had kleine ook. Iedere keer dat ik in de messen zat, kwam er zo, like, vrij ongemakkelijk. Tot dat komt met een keer duren dat we met mogen wouden, dan ontkeren we van al die weer ook. Ja, meis toch. Is er nog dingen, ja, dat niet speciaal gebeurt. Ik ben nog ons aan geen vader. Ik ken al zijn kinderen dus. Allee, officieel toch niet, want... Ja, allee, dat ik geliefd, hè. Ik ken al mijn kilometers gedaan, hè. Dat toch hier en daar een beetje dikke pissebloem platten is hier. Maar ja, hoor, pas op. Ik kan wel zeggen, ze moeten nu niet meer afkomen, hè. Maar ja, ik ken dat. Ben er nu eindelijk een beetje bekend te komen. De financiën zijn wat beter. En ze hadden er allemaal aan mijn deuren staan, zie hier. Ja, lacht er mee, maar het stond toch een keer aan mijn deur, hè? Stond er nog met een keer zo een neger aan mijn deur. En een hele kostuum, met rost hoor. Ik ken dat in de Congo zitten, hè? En die zat in, ik, est-ce que vous êtes monsieur Freddy de Valdre? Ik zei, peut-être. Mais monsieur, je suis ton fils, tu es mon père.
Ekke bof, raad die in deze mullet. Ja, je moet nu niet meer afkomen, nee. Ah ja, waar was het naam? Ook nog in de miserie zitten. Hé, hey, ook nog aan tussen MW zitten dat ik iedere keer het laatste van de maand met een kruimel die moest demonteren voor de rest is tabak te doen, voor nog een te kunnen smoren. Ja, toen was die er niet, hè. Hé, hey, wat was die, hè? Hey? Dat ik dat toen een keer een jaar aan een stuk stuurt met smerkoos van al die mogen niet in. Voor mijn abonnement heb ik Kanaal Plus te kunnen betalen. Toen was die er niet, hè. Hey, wat was die dat mijn abonnement van Kanaal Plus me een af zijn, hè? Hey, dat een nieuwe kruimel die moest ik ook. Dat ik te veel stuurt met smerkoos aan mijn persoon. Toen was die er niet, hè, voor te zijn tegen zijn vader van hoppa. Smet die sigaretten met smerkoos weg. Kon ik wel een pakje kopen? Nee, nee. Waar zat hij hem? Je zat over het versier in het oosten in de zon. Bananen en manioksoos te vreten. Hoi, ik wil Freddy. En er iemand anders hier. Sorry.